Ja, jullie zitten natuurlijk ook bij jezelf te denken. Waar moet ik nou straks op gaan stemmen? Ik ben er ook mee bezig. Want ik denk alleen maar, ja, sowieso verhoog ik me al op die verkiezingen. Ja! Sophie Hermans aan. Die kan niet genoeg in discussies terechtkomen. Oh, want dat is smullige blazen. Die grote hysterische ogen. En beginnen te babbelen. Ja. Als die. Er komen zulke leuke tijden aan, vrienden. Ja, ze zien je haar alweer in een debat heeft al met die Wilders. Oh, nou, wat een plezier. Nou goed, in ieder geval, daar kunnen we ons op verheugen. Maar ik zie al die reacties die jullie schrijven op wat ik vertel. En ik lees er heel veel. En ja, sommigen zijn het natuurlijk helemaal niet met mij eens. En dat mag en dat moet. En natuurlijk is dat niet zo. Maar sommigen zie je ook twijfelen van, ja, wat moet ik dan gaan stemmen? Ja, maar luister nou even goed, vrienden. Er is maar één ding. Kijk. Dat links, die komen met die Timmermans. Misschien. Nou, laat ze dat doen. Want dan krijgen we alleen maar klimaatgekneuzel. Nou, ideaal. En daarmee gaan ze het echt niet winnen. Dus laat dat nou maar gebeuren. Dat is wel een geruststellende gedachte. Plus dat die Timmermans, die groengoeroe, ja, die heeft ook een beetje de neiging om af en toe in de publiciteit een blundertje te maken. Dus dat gaat goed. Nou, maar wat willen jullie? En ik, wij willen wat anders. Kijk, of het beter gaat worden, ja, vrienden. Hey, dat kan niemand beloven. Maar je wil wat anders. Nou, als je nou wat anders wil en je wil niet de hele tijd dat klimaatgekneuzel en noem het allemaal maar op en al dat woke gebeuren, als je dat nou allemaal niet wil, nou, dan moet je dus een beetje aan de voorzichtige rechterkant blijven. Nou, maar dan moet je die groot maken. Dus ga daar niet bijvoorbeeld ja 21 stemmen, want dat heeft geen zin, die wordt niet groot genoeg. Kijk, die VVD, die blijft redelijk groot. Dat is nou een keer zo. Ja, ik weet niet hoe dat komt en waarom dat is. En mensen blijven daar maar op stemmen. En die blijven toch nog maar een beetje geloven houden in Rutte. Nou, oké, fijn. Ga je gang. Maar ja, dat is nou een keer een realiteit. Dus daar moet je rekening mee houden. Dus dan moet je tactisch gaan stemmen. Beste vrienden, ja. Kijk, het PVV heeft geen zin. Want die VVD heeft al gezegd, daar gaan we niet mee samenwerken. Dus die staan buiten. Nou, is een weggegooide stem. Baudet ook niet. Weggegooide stem. Dus wat houden we nou over? Het enige wat verandering kan brengen, dat is dus de Caroline, waarvan ik al blij ben nu, dat ze heeft laten weten dat ze geen premier wil worden. Dat kan ook eigenlijk niet, vrienden. We kunnen niet een vrouw naar buitenland sturen met groene nagels en een bril in haar haar. Dat kan niet. Dus dat ziet ze zelf nu ook in, gelukkig. Dus, oké, die blijft in de Tweede Kamer. En zij gaan gewoon een keurige premier eventueel leveren. Nou, oké, dus BBB hebben we daar. En aan de andere kant, waarschijnlijk, stel je voor, Omtzigt. Dat is het dan. Dat zijn je enige mogelijkheden om te stemmen als je iets anders wil. Want zij moeten de grootste worden, dan kunnen zij bepalen, leveren. Eén van die twee levert dan de premier. Nou, en VVD, die kunnen daar inschuiven, maar die zijn dan veel kleiner. Nou, oké. En zo moet het gaan gebeuren, vrienden. Dus je stemt of BBB, of je stemt Omtzigt. En anders doet Omtzigt niet mee. Dan is het gewoon BBB en klaar. Nou, we zijn eruit.